Ja, de afgelopen tijd hebben we een aantal hele mooie acties gedaan. Bijvoorbeeld de R32, de Porsche, de Golf GTI, een winactie van een transformatie. Maar er zit eigenlijk maar ja, toch wel één groot nadeel aan. En dat is dat je maar één winnaar hebt. En daar heb ik eens over nagedacht. En stiekem heb ik eens alle reacties van de kijkers gelezen, of althans bijna allemaal. En dan zeggen mensen ook van ja, maar wat nou als ik een keer mijn eigen auto in zou kunnen brengen? En daar heb ik iets op bedacht. Als je een bestelling plaatst op stippollesponshop.nl van boven de 50 euro, dan maak je kans op 5 behandelingen die wij binnen Stippollespoint weg gaan geven. Oftewel, dus ook 5 keer een winnaar. Bestaande uit eentje voor het interieur, eentje voor de motorruimte, eentje voor de bodem, het exterieur en de velgen. Oftewel, alles wat je maar aan een auto kunt doen. Ja, en hoe maak je daar nou precies kans op? Is door een bestelling te plaatsen, nogmaals, stippollespontshop.nl, boven de 50 euro. Bestel je nou voor 100 of voor 150 euro, dan heb je dus 2 tot 3 loten te verdelen. Ja? Waarin je dus onder bij opmerkingen, bij het afronden van je bestelling, dus ook ten alle tijde erbij moet zetten waar dat jouw loten in moeten. Je kunt zeggen 3 keer de bodem, maar je kunt ook zeggen interieur, exterieur en de velgen. Maar dat laat ik helemaal aan jouzelf. De trekking is op zondag 18 juli 's avonds om 19:30 en je kunt bestellen tot en met 18 juli 's avonds 6 uur, want daarna gaan de boxen dicht en dan gaan we de trekking doen live op Facebook. Ja, en de actie duurt maar een week, hè? Dus de winkans is gewoon echt heel erg hoog. Maar over de behandelingen die we bij Stippollespoint weg gaan geven, is dus interieur 2500 euro, motorruimte 2000, bodem 5000 euro, exterieur 3000 euro en de velgen 1000 euro. Dus daar kun je ruimschoots mee uit de voeten. Vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En op stippollespointshop.nl heb ik de verdere info staan. Nou mensen, dan tot zover de actie. Wil je nou kans maken op zo'n geweldig behandelingspakket van Stippollespoint? Ga dan naar stippollespointshop.nl. Maar niet te vergeten dat wij vorige week, en dat hebben we nog niet uitgezonden, ik heb er ook een klein beetje mee gewacht, de aflevering van de R32. En ik kan je zeggen, die man was er emotioneel onder. Het was een mooie aflevering, hij is goed terechtgekomen. Laten we daar eens naar gaan kijken. Goedemiddag. 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 Wie is de nieuwe eigenaar van de R32? Dat ben ik. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. U zult wel gedacht hebben, van wat heb ik nou toch weer aan mijn fiets hangen, letterlijk. Ja, ik schrok er wel van. Ja. En wat zijn broer zou mij eigenlijk nog bellen, dus en ik dacht dat hij dat was, maar ja, het was jij het. En wat dacht u toen u uw naam viel? Toen mijn naam viel, dacht ik, ik heb toch één keer in mijn leven een keer geluk. Ja. Dat dacht ik, maar ja, ik dacht, ja, maar verder is het, ja, je bent gewoon verbouwereerd. Ja, dat moet toch fantastisch zijn als, ja, zeker, als je zoiets wint. Ja, zeker. Zeker, omdat als ik elke keer de filmpjes kijk, hoe deden jullie dat doen? Ja. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar hoe ze dan onderuit komen, die auto's. Ja. Ik had al wel begrepen dat u al heel veel berichten had gehad, of dat je hem niet eventueel zou willen verkopen. Ja, dat vragen ze daarom, maar nee. Ja. Nee. Ja, dat zijn dan vaak mensen die hem dan voor een appel en een ei over proberen te nemen, maar hou er rekening mee, dat is gewoon een dure auto. Ik doe daar niet aan mee. Dus, ik heb zo'n ding nou en ik heb geen geluk in mijn leven en dan laat hij lekker staan. Ja. En zelf van genieten. Ja, snap ik, ja. Kijk, dat is net zo met mijn werk ook. Ik heb nog een auto, daar ga ik mee met mijn werk. Mm-hmm. Zo'n auto moet ik niet boven werk neerzetten, zeker niet bij ons. Ja. Dat is echt alleen spieken en zo, een keer mee rijden en dan... Zullen we even kijken? Ja, graag. Uiteindelijk gaat het daarom, hè. Kom. Daar hangt hij. Ja, dat is uw auto. Helemaal super blij mee. Ja. Echt blij. Ongeloofwaardig eigenlijk, hè? Ja, dat is echt ongeloofwaardig. Net wat ik zei, een keer geluk in mijn leven. Ja, ik gun het u van harte. Zat pech gehad en een keer geluk, dat mag ook wel. Zo is het. Bij ons staat hij altijd netjes onder een hoes. Want je wilt natuurlijk niet dat er iets mee gebeurt. Maar alle details, hè, wat je ziet, het is eigenlijk allemaal nieuw. Ja. Hey. Ik zeg altijd, mensen die meedoen, je maakt gewoon kans dat je hem ook daadwerkelijk wint. En dat is natuurlijk hetgene wat je nu al ziet. Ja, maar ik had helemaal niet verwacht dat ik ooit zou winnen. Zo zie je maar, hè. Die heb je in mijn leven nooit gehad. Hm? Ze hebben zoiets nooit gehad. Ja, nu wel. Ja, nu wel, ja. Daar ben ik echt super blij mee. Dat snap ik, ja. Ja, dat is echt, niet, echt super mooi. Ja, een nieuwe. Ik ben wel blij dat hij bij iemand terechtkomt die hem in ieder geval zelf houdt. Ja, die hem binnenstalt. Ja. Bizarre auto, echt.
Ik ben er gewoon benieuwd van. Ja, dat snap ik, ja. Dat is echt mooi, hoor. Ja, dat komt wel binnen, ja. Poh. Wat een auto, joh. Poh. Echt gaaf. Echt. Zullen we hem even buiten zetten? Ja. Wilt u hem zelf buiten zetten? Nee, dat mag jij voor mij niet. Oh, dat mag ik nog doen. Voetjes netjes optillen, hè? Ja, heel goed. Hij staat nu nog op mijn naam, dus nu mag ik nog lekker becommentariëren, zoals ze dat zo mooi zeggen. Deze ga ik in het dashboardkastje leggen. Oh. De geluid ook. Oh. Ik krijg gewoon de bibbers ervan, hé. Hey. Oh, mijn auto hier. Oh. Nou, dit is dus de kern, hè? Ja, dat is de krachtbron. De zescilinder. Alles is nieuw. Dat is echt shit. Mooi, hè? Echt mooi. Ik gun hem u ook van harte. Ik ben er ook echt heel blij mee. Goed zo. Dat meen ik echt serieus. Dan gaan we zomaar eens even lekker naar het postkantoor. Vind je goed? Goed? Ja. Kom. En u gaat hem dadelijk zelf naar huis te rijden? Ja, zelf naar huis rijden. Kijk. Dat is ook wel het lekkerste, hè? Nou, dat het droog is. Ja, ik ben blij dat het droog is. Dan blijft hij ook zo. Ja. Nou, naar binnen. Yo. Yo, dag. Nou. Super, helemaal geweldig. Gefeliciteerd, officieel. Ja, hartstikke bedankt. Hè. Ik heb de auto ingeruild voor een vrijwaringsbewijs. Officieel eigenaar. En ik ben er super blij mee. Echt. Ja, dat snap ik. Echt. We gaan er maar eens even lekker van genieten. Dat gaan we ook doen. Alsjeblieft. Mag u naar de zaak rijden? Ik heb liever dat jij nog rijdt, want jij weet hier de weg. Oh, zal ik nog rijden? Ja, oh, jij weet de weg hier. Ik weet het niet. Ja, we hebben nog een mooie aflevering gehad. Van een echte autoliefhebber uit het noordelijkste puntje van Nederland. Zo'n 300 kilometer. Ik wist niet eens dat je 300 kilometer überhaupt in Nederland kon rijden. Dat is een grapje, maar je snapt wat ik bedoel. Van de Mercedes W211, waar we een bodemrestauratie bij uitgevoerd hebben. En ik zal je zeggen, tijdens die aflevering hield ik er zelf ook nog iets heel leuks aan over. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, hallo. Goedemorgen. Marnik. Hoi. Welkom. En op klompen natuurlijk, ja, hè? Maar dat had ik ook wel verwacht. Hè? Ja, ik denk, ja, die komt afgesprongen. Ja, je weet nog wel hoe dat hij er aan de onderkant uitzag. Ja. Er is wel iets aan veranderd. Jongen. Ja, dat is jouw auto. Is wel een klein verschilletje, hè? Dat is zeker een verschilletje. Kijk, hier ook alle schroefjes, dingetjes. Alle bevestigingsmateriaal. Ja, er is gewoon heel veel gebeurd. Echt wel. Dit kan ik zelf nooit doen. Zo. Nee. Nooit. Nee. Hiervoor draagarmen. Ja. Ook allemaal nieuw. Hier ook. Ja, gaaf, hè? Ja, dat is mooi, hè? Ja, erg. Ja. Ik sta er echt van te kijken. Nee, ik geloof niet in toveren, maar dit komt wel verdomd dichtbij. Wielbout ook gedaan. Kun je ook zien. Die waren ook helemaal verroest. Ja. Remklauwen, rembeugeltje, moet je eventjes erin kijken. Schijven, blokken, klauwen, beugeltjes. Ja, perfect. Allemaal nieuw. Velgen nieuw, binnen, buitenzijde. Nergens geen spuitrandjes. Het is gewoon nieuw. Ja, maar dat is wel de bedoeling. Ja. Ja. Dus dan kun je even lopen weer even vooruit. Zeker. Kijk. Mooi, hè, die zescilinder. Ja, dat is wel lekker, hè. Dat is mooi, hè. Dat zei ik vanochtend nog tegen mijn collega. Ik zeg, heel even testen nog. Zeg maar, die zescilinder, zeg, dat mis ik. In de huidige modellen. Ja. Dat ze nog zo lekker ruw en... Ja, dat mis ik echt. Ja. Dat mis ik echt.
Nou, in ieder geval heel hartelijk dank. Ja, ik heb ook nog wat voor jou. Oh, oh echt? Ja, ja. Nou, dan zet ik hem even uit. Want de belofte maakt schuld, hè? Oh jee. Ja. Moet je eens opletten, hè? Ik zou zeggen, pak maar uit. Ja. Oh jee. Kijk. Oh! Oh, met Stip Polispoint erop ook echt. Oh, geweldig. Jij bent zo gek op mijn klomp. Ik denk dat ja, dankjewel man. Oh, geweldig. Ja, dat vind ik echt mooi. Maatje 45. Ik heb ze ook nog in de 2K-coating gezet. Ja. Dus beschermd tegen regen, straatvuil. Beschermd tegen regen, pekel en straatvuil. Ja, want er zit iets van lak op, toch? Ja, ze zijn gelakt. Jezus, wat mooi zeg. Oh, wat leuk hé. Dankjewel. Geen dank. Dat vind ik bedankt. Echt mooi. Ja. Het is voor jou natuurlijk bijzonder dat je iets heel moois hebt gewonnen. Ja. En dit is voor mij de herinnering. Ja. Oh, dat is eigenlijk heel eerlijk. Ja. Ja. Het is dan ook leuk hè, om, ik zeg altijd, een herinnering is onbetaalbaar. Ja. En dit is ook een origineel idee. En ik hou van mensen die originele ideeën hebben. Ja, vind ik heel leuk. Echt heel leuk.